Zie het vervolgen van de film Klokslag hier bij beneden bij Ol. En is het weer even gezellig meidentijd met Do It Yourself. Daarin laat Evita zien hoe je van oude kapotte laarzen leuke enkellaarsjes maakt. De F zit weer in de maand. En daarom zit de F ook in beneden bij Ol. Februari is filmmaand hier bij beneden bij Ol. Vorige week in Klokslag. Best gek eigenlijk. Tijd. Zou er een moment in je leven komen dat je meteen weet, dit is waarom ik tijd kreeg? Hij loopt niet meer. Het horloge. Oh. Ja, ik zal hem even voor je testen. Dankjewel. Doeg, hè? Graag gedaan. Fijne dag. Hoe loopt dit af? Je ziet het nu. Je hebt je kaartje laten liggen. Nou, dan ga ik maar, denk ik. Maar dat hoeft niet. Dank je. Graag gedaan. Gaat het wel?
Nou ja, mijn date is niet opkomen dagen. Kan je wel even naar huis brengen? Oké. Vanavond heeft Sophie wel wat anders aan haar hoofd. Ik heb de tijd. Weet je? Misschien is tijd wel liefde. Als je tijd doorbrengt met mensen van wie je houdt, dan krijgt de tijd vleugels. Met Evita in een nieuwe aflevering van Do It Yourself. Hoi, leuk dat je kijkt. Vandaag maak ik 3 verschillende looks van enkellaarsjes van een oude lange laars, zoals rechtsboven te zien is. Wat je naast oude laarzen nodig hebt is een schaar, stukjes ketting, kralen, sieradenelastiek, zo'n rondje van een sleutelhanger en een tangetje waar je straks het einde van de ketting mee open kunt maken. Knip de laars af tot een lengte die jij mooi vindt. Dit gedeelte van de laars bewaar ik nog, want hier ga ik een andere keer een ketting van maken. Gebruik het tangetje om per schoen 2 verschillende lengtes aan ketting te maken en maak vervolgens beide uiteinden van het langste stuk ketting vast aan de ring. Kijk dan of de ketting goed om de breedte van de schoen valt en maak indien nodig de ketting nog wat korter of langer. Maak dan ook het kortere stukje ketting vast aan de ring en maak de andere kant vast aan het langere stukje ketting. En dan is de ketting alweer klaar. Vervolgens knip ik de bovenkant wat ronder en druk ik er studs in. En dan is de eerste look klaar. De laarsjes kun je natuurlijk ook gewoon zonder ketting dragen. Voor de derde look heb je kralen nodig en sieradenelastiek. Maak een knoopje in het elastiek, rijg er een kraal op en maak vervolgens aan de andere kant van de kraal ook een knoopje, zodat hij vast zit. Dan doe ik er nog een extra bedel om, die ik los laat hangen en links zet ik nog een kraal vast. Doe dit nog een paar keer, afhankelijk van hoe lang je het elastiek wil hebben. En als hij klaar is, dan doe je hem om de schoen heen en knoop je de uiteinden van het elastiek aan elkaar vast. En dan is hij klaar. Bedankt voor het kijken. Volgende week, dan zie je hem echt. De making-of van de film Klokslag. We weten dat het hem eigenlijk deze week beloopt, maar zijn week in plaats. Kijken dus volgende week weer naar Beneden. Bye.